Jij bent sowieso een beetje een recalcitrante bui. Je hebt van de week een kutland en dit weer een vervelend meisje. Je bent Turkije nog steeds een kutland. Want... Nee, maar is al 41, hoor ik. Dat wordt dan omgelachen en zo. En ik heb niet één reactie gehad. Ik kan helemaal niemand meer beledigen, want ze reageren niet op mij. Ze nemen me niet meer serieus, blijkbaar. Nou, ik had er een paar aan de lijn die dat dachten iets anders over. Van Erdogan... Dan moet je toch twee keer nadenken voor je dat land... Gaat hij weer? Ja. Jij wil reacties hebben. Dus nee, ik wil niet reacties hebben, maar het is toch verschrikkelijk wat daar gebeurt. Als je een andere politieke partij wil stemmen, dan ben je baan kwijt of je wordt in de gevangenis... De laatste keer met die verkiezingen in Istanbul, die moest opnieuw, weet je wel... Die burgemeester, ja. Toen had hij verloren, toen moest het opnieuw. Ja, had gelukkig weer verloren. En toen verloor hij weer. Dus je kunt zeggen dat het systeem dan toch nog enigszins functioneert. Het is toch gewoon een ouderwetse dictator, die man. Nou ja, hij is wel van de oude stempel. Maar je ziet dan dat die feit dat die burgemeester dat won tot twee keer toe... had ik eigenlijk niet verwacht. Dat had ik ook niet verwacht. Dat is ook heel moedig voor die mensen die tegen zijn partij durven te stemmen. Maar ik vind het een zeer verderfelijk land, politiek gezien. Daar moet je niks mee te maken willen hebben. Maar is dan het hele land meteen helemaal een kutland? Want dat maakt het natuurlijk wel een beetje... Voor een Nederlander is het zeker een kutland. Hier heb je de vrijheid om alles te zeggen. Daar mag je niet zeggen. Sterker nog, als je in Nederland wat zegt en je gaat daar op vakantie... heb je ook de kans dat je vastgezet wil worden. Nou, maar al die wagonladingen vol, ze gaan wel in vliegtuigen... van die Nederlanders die daar naartoe gaan, die denken daar heel anders over. Die gaan er all-inclusive met zo'n bandje heerlijk zitten. Ja, die gaan in zo'n hotel zitten en dan mag je dan 36 ijsjes achter elkaar opvreten. Ja. Ja, of 37, ja. Dat is niks voor jou. Nee, maar dat heeft... Je hebt sowieso niks aan al inclusief natuurlijk. Nee. Je eet al 4 maanden niet. Nee, maar kijk, dan zeg ik op mijn beurt, dan lik ik liever aan Sylvie. Ja. Nou ja, daar zit wel wat in. En er zitten geen calorieën op. Maar om zo'n land er helemaal als kutland gelijk weg te zetten... je bent het niet eens met het regime, dat is wat jij zegt. Ja, ik vind het een kutland. En of jij dat nou zo vindt... Ja, nee, maar je zet een heel land er meteen mee weg. Met al die mensen die er wonen enzovoort. Ja. Nou, dat vind ik ook. Sinds die Erdogan er is het een kutland in mijn optiek. Nou. Wil je niks missen van Veronica Insight? Download nu de Veronica Insight app. En snel!